Brussel, de geboorteplaats van Jacques Brel. Onze bekendste chansonnier noemde zichzelf een Franstalige Vlaming. Een echte Belg dus. Hij zong heel passioneel over zijn vlakke land, over de Vlamingen in Les Flamands, over Brussel. En hier, op de grote markt van Brussel, kook ik straks Jacques Brel zijn lievelingsgerecht. Een echt typische Belgische klassieker, mosselenfriet. Hij zong er zelfs over in een paar van zijn nummers. On ira manger des moules et puis des frites, des frites et puis des moules et du vin de Moselle. En over die klassieker mosselen met friet wil ik alle details te weten komen. In de 19e-eeuwse Koninginnengalerij in Brussel baat een groot aantal hofleveranciers hun delicatessenwinkels uit. Jacques Brel kwam hier vaak eten in de Taverne du Passage. Ik heb er een afspraak met France, de dochter van Brel. Il faut savoir que mon père aimait beaucoup venir à la Taverne du Passage pour une caractéristique qui peut être un peu étrange, mais je me souviens très bien qu'il me disait ça souvent, c'est qu'à la Taverne du Passage, les personnes qui servent, ce sont des hommes. Eh bien, mon père aimait bien parce qu'il n'aimait pas beaucoup être servi par des femmes. Een merkwaardig trekje van Jacques. Dan vertelt dochter France met veel passie over haar vaders lievelingsgerechten. Alors, il avait des plats qu'il préférait. Il y avait bien évidemment les croquettes aux crevettes. Il y avait les moules frites. Les moules, les croquettes aux crevettes. Il aimait bien la mer. Oui, je dois dire effectivement, il aimait beaucoup la mer et il aimait beaucoup les produits de la mer. Merveilleux. Merci, merci. Superbe. Et quand j'écoute les chansons de votre père comme Jeff, il était un vrai gourmand. Oui, effectivement, dans ses chansons, il fait référence à de la nourriture. Et mon père disait toujours, on a des ennemis jusqu'au moment où on a partagé un repas. Quand on a partagé un repas, l'ennemi se transforme en ami. Et dans certaines chansons, effectivement, notamment dans Jeff, vous venez d'en parler, eh bien, il invite Jeff à aller manger parce que la nourriture console, parce que la nourriture est un pansement, un médicament, voilà. Et aussi... C'est social, c'est absolument, pas une passion. Absolument. Et la nourriture, on peut la partager pour séduire quelqu'un d'autre. Donc, voilà, un repas. C'est la fête, hein? Absolument. Oh, et le fondue est moelleux. Ah oui, ça j'aime bien. Oui. Oh. Puis on ira manger des moules et puis des frites. Des frites et puis des moules. Fiching, hè. Santé. En dan nodig ik France uit. Si vous voulez, vous pouvez me rejoindre pour déguster des moules. Je vais vous faire un aveu, je suis allergique aux moules. Allergique aux moules? Oui, allergique aux moules. Dat is brute pech voor France, maar ik ga op zoek naar de beste mosselen in Brussel. Eerst stap ik aan de overkant van de straat binnen in de bekende Moorse Biet, het stamcafé van Brel. Hier dronk Brel vooral geuze en lambiek bier. En tijdens een van zijn vele bezoeken werd er van hem een foto gemaakt die nog altijd als een soort trofee aan de muur hangt. Vlak bij de Muntschouwburg ligt de Sirio, de bruisende Art Nouveau brasserie uit 1886. Het interieur van het café is heel zorgzaam bewaard en gerestaureerd. Je stapt er echt een andere eeuw binnen. De Sirio vormde het decor voor de film La Bande à Bono, waarin Brel zelf acteerde. Behalve chansonnier was hij ook regisseur en acteur. Zijn we nou even wat passief, Lisbeth? Dat was het in kopertje. Het lijkt misschien raar om in Brussel op zoek te gaan naar mosselen, maar lang geleden bevonden de kaaien waar de mosselschuiten aanmeerden zich aan het Sint-Katelijnenplein. En heel toepasselijk is dit nog altijd de plek waar je de beste vishandelaars en visrestaurants kan vinden. Bij Wouter troepen regelmatig heel wat liefhebbers samen om er verse mosselen en oesters te degusteren. Jij als mosselkenner, jij wacht met mosselen te eten. Eigenlijk zijn er voor mij zijn er maar twee maanden waar ik echt mosselen, regelmatig mosselen eet, dat is september en oktober. Dat vind ik voor mij de perfecte maand. Wouter toont me hoe hij zijn mosselen klaarmaakt. Je kan thuis zelf mosselen à la plancha uitproberen door simpelweg de mosselen op de barbecue te leggen. Wouter mengt ze met lenteui en paprika en giet er dan een scheutje olijfolie en witte wijn overheen. Daarna stoomt hij het geheel gaar onder een cloche.
Voilà, ze. En dat zijn de... Dat zijn de bouchoukes. Bouchoukes, hè. Franse mosselen. Mmm. Nee, goed, hè. Een beetje de zee, maar zo redelijk ja, niet, vlak, niet, niet echt hard, ja. Minder de jodiumsmaak. Super mosselke. Laat maar komen. Ja. En dat zijn dan de Spaanse, hè? Dat zijn dan de Spaanse. En dat was een joekels. Van smaak vind ik die wel zeer neutraal. Met zeer weinig smaak. Ook meliger, hè? Ja. En dat zijn de? Dat zijn de Zeeuwse. Dat zijn wel de grote, hè? Ja, zijn dat nu echt mosselen van Zeeland? Wel, vroeger was dat een zekerheid dat die allemaal van Zeeland kwamen. Wat dat er nu wel gebeurt, is dat ze dus de Nederlanders gaan overal in de Noordzee eigenlijk er mosselzaad gaan halen. Het zaad komt van andere landen? Het zaad komt van andere kusten, niet alleen van Nierseke, van voor de Nederlandse kust. En dan Nierseke leggen ze die in de zee. En dan groeit de mossel. Het verschil in kleur is het verschil in mosselzaad eigenlijk. Welke is Zeeuws en welke is uitheems? De lichtere kleur, de wittere kleur eigenlijk, is de echte Zeeuwse. Is dat echt zo? Ja, dat is effectief zo. De andere kleur, die, dat is van mosselzaad bijvoorbeeld... van een andere oorsprong. Ah ja, want je hebt dat soms in een mosselpot, echt verschillende kleuren, hè? Dat is eens proeven, hè? Dat is wel een lekkere mossel, hè? Ja, veel, veel harder van smaak en perfect voor mosselen met friet eten. Hè. En een beetje voor mosselen met friet kiest jij als kenner voor Zeeuwse. Ja, ik vind dat perfect van smaak past met mijn goede klet mayonaise. Dat is wel een lekkere mossel. Ja. Ierseke in Zeeuws-Vlaanderen, het verlengde van Le Plapay. Dit kleine dorpje aan de Oosterschelde is bekend om zijn mossel- en oestercultuur. Ze hebben hier zelfs een speciale, jaarlijks terugkerende feestdag geïntroduceerd, de Mosseldag. Maar ik wil per se weten wat deze Zeeuwse mosselen zo lekker maakt. En daarom ga ik scheep met twee specialisten, mosselkweker Edwin en mosselvisser Wim. Wanneer is een Zeeuwse mossel Zeeuws? Een Zeeuwse mossel is Zeeuws als die dit water tot zich mag nemen, dus als die hier mag wonen. En wanneer die mossel hier in Ierseke mag verwateren, dan spreken we over een Zeeuwse mossel. Dus hij mag afkomstig zijn van de Waddenzee, helemaal uit het noorden, ja, ja. Om toch een Zeeuwse mossel te worden. Absoluut. Kun je dat niet vergelijken met een wijn die nog een paar maanden op vat wordt gezet of een kaas die nog moet geaffineerd worden op het einde? Ja, zo mag je dat vergelijken, absoluut. En is er dan zoiets speciaals in dat water hier, dat een specifieke smaak geeft of zo? Ja, dan heb je hier zout zeewater en je hebt regenwater wat uit het land aanstroomt. En precies die... Een beetje zoeter dan misschien. Ja, precies die kwaliteit maakt dat die Zeeuwse mossel dus die typische smaak krijgt. En dit was een oude polder. Dit was een oude polder. Dus eigenlijk, waar nu de mosselen liggen, stonden 100, 200, 300 jaar geleden stonden de aardappelen. En die landbouwgrond, dat is een hele sterke, leme grond. En dat is een ideale grond om dus die mosselen op te leggen en om dus die mosselen te laten verwateren. Qua mosselenfriet kan dat wel tellen. Dat is niet toevallig. Hè? Dat kan niet. Oké, Wim, wat gaan we doen? Kom maar in het water. Ja. Samen met Wim ga ik het water in om de mosselen op te vissen. En nu schrapen we over de bodem. We zitten hier boven op de percelen. En... Zo is vissen wel plezant. Ja. Makkelijk, hè? Zie je dit?